PVV, nieuwkomer inderdaad. Het lukt vaak nieuwe partijen niet. VVD redde het 4 jaar geleden niet. De PVV nu wel. Verrassend? Ja, dat vind ik heel jammer. Ja, ik had niet ik had stelletjes gehoopt dat... De persoon op zich vind ik een hele fijne jongen hoor. Dus niet om zijn persoon. Maar dat nu de PVV in onze raad komt, dat vind ik een teken aan de wand. Waarom is dat jammer? Dat is jammer dat ik zeg, ja, wij hebben steeds als christelijke partijen, hebben we dus binnen onze raad, hebben we dus, ja, gespeeld, gedaan. Hè? En nu de PVV, dat is toch een kleur. Die hebben wij nooit eigenlijk binnen onze raad gehad. Het is de eerste partij, PVV, onchristelijke partij, die nu binnen onze raad komt. Is dat erg? Dat geeft wel te denken. Dat vind ik erg. Dat vind ik erg. Dat meen ik. Ik vind het jammer. En ik ben niet bang dat Wakker zich niet aanpast. Want ook hij is kerkelijk. Ook hij is christelijk. Maar ik zeg heel eerlijk, Wakker wilde graag in de politiek. Er was keuze genoeg op Urk. En dan zeg ik ook daarin dat hij zijn stem kunnen laten horen. Dus wat dat betreft vind ik het jammer dat hij daar alleen gaat zitten. En als ik denk aan het vele raadswerk, het inlezen, noem maar op. Dan denk ik, hij had zich veel beter bijvoorbeeld bij een partij kunnen aanpassen die er best op Urk was. Maar toch zijn er genoeg mensen op Urk die dus wel de PVV die zetel gunnen. Ja, jammer genoeg wel. Ik kan daar verder niets van zeggen. Ik vind het jammer dat er een PVV binnen onze gemeenteraad gekomen is.